Kijk en geniet van wat men ziet in dit mooie natuurgebied. Leer, waardeer en respecteer. Wat verdwenen is, komt nimmer weer. Tijdens de molendag in Altena bezochten we ook de molen in Uppel. Op zichzelf een bijzondere molen. Ja, het is een bijzondere molen, want het is gewoon een monument en het geeft een stukje geschiedenis weer van hier het gebied. Het land van Altena, zeg maar, van na de Sint-Elisabeth-vloed, de Uppelse dijk aangelegd, 1461. En geleidelijk aan werd het gebied ingepolderd en hier was een laag punt en er waren 7 verschillende polders die dan in deze richting afwaterden, omdat hier een beetje laag was en werd het door al die molens in de eenzelfde boezem gevoerd richting Nieuwe Dijk. En dan werd het met eb geloosd bij waar nu nog het gebouw van de Drie Sluizen staat. Want later werd er een gemaal gebouwd om het water nog een trapje op te kunnen voeren. De Zandwijkse molen is een watermolen. Er staan er nog 2 van hier in het gebied. Is deze nog in functie? Nee, hij heeft alleen maar een rondmaalcircuit om het monument intact te houden. Ja, want uiteindelijk ging het om het bemalen van het gebied door middel van windkracht. Hoe gaat zo'n proces in zijn werk? In de tijd dat er meer regen valt dan dat er de gewassen aan kunnen met de groei, dan moet je het overschot van water, dat moet je kwijt zien te raken. En ja, de tijd voordat deze windmolens er waren, dan kon men alleen maar lozen als het buitenwater laag genoeg was. Tot op een gegeven moment ging men kijken van, ja, er zijn koornmolens. Keken ze naar de koornmolens. Kunnen wij niet op dezelfde manier de windkracht gebruiken om het water een trapje op te malen? En zo zijn ze ontstaan. En de wipmolens, zoals deze er eentje is, die is een beetje ontwikkeld uit de eerste koornmolens. De standaardmolens, zoals er ook nu nog een aantal in Heusden staan. En zo ging men hier dus bemalen. En waarschijnlijk hebben er hier al voorgangen rond 1500 heeft hier gestaan. En later is er een verbeterd exemplaar gebouwd. Ook in diezelfde wipmolenvorm. Ook bij de Zandwijkse molen was er veel georganiseerd. En was het vooral voor de kinderen genieten, klimmen, klauteren en de molenaar helpen wat op het programma stond. Een bijzondere molen met een bijzonder verhaal.